Goedendag beste kijkers of Gamer of Fellow in. Ja, wat doet die Ghostkeeper daar nou? Nou, die draak die jullie daar zien, die vloog me elke keer in mijn rug aan. En dan bevroor mijn game. Ja, laat maar, ik weet ook niet waarom. Dus jullie hebben ook een klein stukje gemist. Want wij zijn lid geworden van de Guild of Mages. Wat hierboven ligt. We hebben al een quest gekregen. In het Underside al. We moeten Tolder moeten we ontmoeten. Bij een of andere afgraving. En daar gaat hij ons dingen leren van Magic. Dus, nou, prima. Dat is allemaal helemaal prachtig. En wat ik zeg, weet je. Dat die, ja. Goed, die draak, laat ik zeggen wel. Elke keer als die ons aanviel, bevroor mijn game, wat ik al zei. Hebben jullie nog wat leuks? Nou, pijlen kunnen we altijd gebruiken. Ja, daar kun je niks aan doen. Dat komt door de mods, dat komt ook door de beeld van de game. Denk ik zo. Dus niet klagen, maar dragen. We lopen wel de goede kant op. Ja, het is daar ergens. En wat zegt de map? Laten we ondertussen natuurlijk even saven. Dat we bijna de verkeerde kant op gaan. Kan ik hier tussendoor of kan ik hier omheen? We gaan het zien. Lijkt erop dat we hier omhoog kunnen. Ja. Het ziet eruit als een ruïne. Hij is sterk. Yes. In ieder geval zijn sol gekapt. Want dat was nodig ook. Want door. Wat staat daar nou? Dit is een goat. Is dat een wolf? Ja, dat is een wolf, ja. Ik dacht dat het eerst zo'n groot beest was. Thank you, ijsbolf voor je soul. Ijsbolf, laten we maar meenemen. Door die dragon skills kan ik wel bijna niks meer dragen. Gold horn, wat kan je daar dan mee? Joh? Niks volgens mij, lekker voor een keer eten. Wel, het ziet eruit dat we dan naar beneden moeten. Ik loop langzaam, want ik ben ook bijna overkimberd volgens mij. Want als ik in mijn inventory ga kijken, dan heb ik, kan ik nog niet veel dragen. Even kijken hoor, wat kunnen we eruit gooien? Nou, dan zou ik zo meteen wel even kijken. Nou, kijk, die Dragonbone, het is veel waard. Hij tegen 15 kilo. Dus ik ken het equip. Nee, ik moet hem ook droppen. Die gaan we gewoon droppen. Het is zonde, maar we zullen draken zat tegenkomen. Kijk, ik kan iets meer gaan dragen nou. Jou wil het niet. Maar gaan we de goede kant op? Altijd de vraag, en vooral in deze sneeuw. Want wat zegt mijn map? Mijn map zegt dat ik daar ergens naar beneden moet. Kan ik hier naar beneden zonder dood te vallen? Nou ja, dat lukt wel. Dat lukt wel. Wie is een grote jongen? Ah!
come on. Yes, finished, buff. En je soul, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Het is te verwachten in de sneeuw dat je beren tegenkomt. Hij stuurt me hier naar beneden. Oh, 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 oh. Hier moet ik helemaal niet heen. Ja, ik moet hier wel heen. Lijkt mij. Maar dan wel via deze weg en niet naar beneden vallen. Of kunnen we hier niet heen? Oeh, wat is dat? Wat is dat? Is dat het waar we wezen moeten? Ja, dat is wel waar we wezen moeten. We hebben geen slowval of zo, hè? Dat is iets dat Melbourne wint. als ik hier naar beneden spring, dan ben ik dood. Oké, we lopen wel even om en we zien jullie daar. Goed, we hebben ze eindelijk gevonden. Ik moest dus blijkbaar nog een paar uurtjes wachten. Laten we even met hem gaan praten met het Dolfeer. The college will be here for you no matter what. We always look after our own. Okay, what is the importance of this place? We're particularly interested in the prevalence of magical seals placed on the tombs here. It's rather unlike anything we've encountered. Dat klinkt interessant. Even kijken. Can you train alteration magic? I can certainly share a bit of what I know. Alteration. Ja, laten we trainen. We hebben geld zat. Dus. En we zijn een level omhoog. What is it that we seek? Anything. Anything at all that might be of interest. That's why I adore this location. We have no idea what we're going to find. And if along the way my message about the dangers of magic should happen to sink in for a few students, that would be a happy coincidence. Nou, we zijn binnen, mensen. Sarthol was one of the earliest Nord settlements of Skyrim. It was also the largest. Sacked by the elves in the infamous Night of Tears, not much is known about what happened to Sarthol. Als ze nou even een beetje doorlopen. This is an exciting opportunity for us to be able to study such an early civilization and the magic. Well, are there any questions before we begin? I have no further questions. What would you like me to do? Ah, yes. Well, why don't you see if you can assist Arniel Gain? He's one of our scholars here working on cataloging our finds. I expect he'd appreciate some help in locating any additional magical artifacts here in the ruins. Any enchanted items will do. The usefulness of the enchantment is irrelevant. If you find anything, the class can look it over. Now let's see. What shall we have the rest of you do? Brennan, my dear, why don't you search for warding magics? Anything designed to keep people out. Don't interact with them, just identify them. Onward, please search that area over there. See if you notice any residual energies. Okay, find Arniel again. Laten we hier maar even, want... Zizargo, what shall we have you do? Laten we hier maar heen gaan. Hier kunnen we niet heen. Oh, wat is dit? Is dat een deur? Let's be careful, but have fun. No, het is geen deur. I wonder if everyone else would be so happy to rifle through the bones of their ancestors. Ja, Armond, dat ben ik met je eens. Laten we hem eens even een stukje achterna gaan, want... Is het nog treasure here? Something to make Jezargo a powerful wizard. To think, my ancestors destroyed the homes of Onwin's ancestors. So much bloodshed. Ja. Pom, 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 pom. Laten we die gast maar vinden. Daar kunnen we niet heen. Kijk. Please be careful here. The site isn't entirely secure. Nee, we zullen wel tegenkomen. Maar waar zit degene die ik moet hebben? De beste Tolfdeer. Nee, Tolfdeer is het. Ik draai het om. Nou, ja. Oh, daar zie ik. Nee, het is een soort sneeuwvlakje.
dacht dat de questmaker was daar beneden. Je zult dat even niet kunnen zien op je mobiel, maar op een groot scherm zag je het wel. Please be careful here. Yeah. Well, get the f*** out of my way. Wat is dit? Bommel. Ja. Looten kennen we later nog wel. Neem ik Please aan. Be careful here. Ja. Jesus Christus. Hey, daar zag ik wat. Hier moet iemand zitten. Laten we daar even mee gaan praten. Arnie O'Gain, zeg eens jongen. Well, certainly none of this would benefit my research. Fulton sent me. I am to assist you. What? Ah, yes, you. I remember you. You're going to help? That's fine, just don't make a mess of my work. I've only looked through a portion of this section. You can look around in the chambers just north of here. Try and be careful, all right? We don't want to damage anything. Search for magical artifacts. Ik moet er dus 4 vinden. What do you know of Arcano? He seemed odd. He asked far, far too many questions about my research. I think the Thalmor are trying to steal my work. I haven't told him anything, of course. What I'm doing is far too important. Can't breathe a word of it. Wel, die gast, die Arcano, die kwam in het begin tegen bij de Mage Guild. Dat is een of andere rare gast. Die gaan we nog vast nog wel tegenkomen. What is it you require of me? Just round up the rest of the magical artifacts so that I can catalog them. Okay, I will. En hebben we nog... Oh, een quest. Hey, Lesser Soul Gem, die we altijd hebben. Het grote looten is begonnen. We moeten daar nou beneden, zegt de marker. En hoe komen we daar? Moeten we weer terug? Moeten we hier naar beneden? Ik hoorde wat open gaan. Oh, wat de? Hallo? Zitten we nou allemaal opgesloten of wat? Hallo? What in the world was that racket? Yeah. Is everything all right? No, it isn't. I'm trapped in here. How in the world did that happen? Yeah, I pulled an amulet off the wall. Really? Perhaps the amulet is important somehow. Is there some way you can use it? Use the Sartor amulet to escape the trap. Sartor amulet. Zal ik hem maar gewoon equippen dan? All spells. Ja, ik heb hem in ieder geval nog even. Oh! Some kind of resonance. You and the wall. It must be connected to the amulet. I wonder what effect might your spells have? I don't have a clue. Laten we eerst even gaan saven. En ik kan er niet. Ik kan er niet mee door. Even kijken hoor. Oh, ja, dat werkt. Volle tol weer. Wat alweer? Mate. Please be careful here. Did you see that? Well, would you look at that? This appears to lead somewhere. Let's see where it goes. Yeah, let's see. Het is dus een beetje een nadenken. Well, this is highly unusual and very interesting. Why in the world would this be sealed off? What is this place? Dat vraag ik mij dus ook af. We kunnen naar links. Oh, hey, what the hell? Hold me.
Edge. Oh. And listen well. Know that you have set in motion a chain of events that cannot be stopped. Judgment has not been passed, as you had no way of knowing. No, I didn't. Judgment will be passed on your actions to come, and how you deal with the dangers ahead of you. Really? This warning is passed to you because the Psijic Order believes in you. Really? You, Mage, and you alone, have the potential to prevent disaster. Take great care, and know that the Order is watching. Okay. I swear I felt something rather strange just then. Yeah, I got a vision. I got a vision. A ghost appeared, a spokesman. I'm afraid I didn't see anything. Can well, you I tell did. Me more about what you saw? Yes, I can. It made mention of danger ahead and the Psijic Order. The Psijic Order? Psijic, sorry. Are you quite sure about that? That's very odd. I'm sure. And danger ahead? Why, that doesn't make any sense at all. The Psijics have no connection to these ruins, and no one's seen any of their order in a long time. Perhaps I just we should take a look inside these coffins. Now, please do be careful. Who knows what we're going to find? Okay, follow the lead. We're going to first have a prater. What is the Psijic Order? They were a group of mages with a history that predates the Empire. Very powerful, very secretive. No one's seen them in well over 100 years. They vanished, along with their sanctuary on the Isle of Artaean. I have no idea what connection they'd have to this place. Why is the Psijic Order contacting me? Ja, dat is een goede vraag. Waarom, hè? I have no idea, but it's fascinating. Assuming it's true, of course. The Isle of Artaean disappeared over 100 years ago, and no one has seen them since. And yet now, suddenly, they've chosen to contact you. Why, it's intriguing. If it nothing is. Else, I'd take it as a compliment. The Psijics have only ever dealt with those they feel worthy. I'm worthy. Until next time. Until next time. Laat jou maar volgen. Oh. Oh, no, you don't. Oh. I won't go down easily. No, it won't. You mind swinging that somewhere else? Yeah, sorry. Ik was even in een soort paniek. Want ze kwamen van allerlei kanten. En ik dacht dat jij ze gelijk doodde, maar stonden weer op. Oké, ik wil weer. Dus de Elven Battle Axe 25. Voor de verkoop. Well, Taldeer, you lead the way, my mate. Al is even een praten. Be prepared to defend yourself. Yes, I Until am. Until next time. Okay, nou, laten we daar maar doorheen gaan. Door die knop te gebruiken. En benieuwd wat we allemaal nog gaan tegenkomen. Maak jij hem open of maak ik hem open? Ik maak hem open. What are you doing that for? Ja, nergens voor. Nergens voor. Well, you gonna go or what? Come on. Okay. Is someone there? Come on. Waar zijn jullie met z'n allen? Jij bent al dood. En jij? You're dead? Ja. Yeah. Hij is ook dood. I've never seen anything like this in Nordic ruins before. Well, I did. There's a soul gem. Die willen we hebben. Bongiel, laten we maar meenemen. I've never seen anything like this in Nordic ruins before. Why, just look at all these cotton. Be prepared to defend yourself. Yep. Find the danger with Sartal. Laat me nog eens even met rust.
Ik ben aan het looten. Ja, alright then. Thank you very much. Thank you very much. Jesus Christ. Hier ligt er nog één. Want ik wil ze wel even looten, natuurlijk. Lag er daar nog eentje? Ja. En Arrow Gold. Thank you. Okay. Full fear. What's next, mate? Hey, is it in chain? Is it not chain? Okay, dus het lijkt mij dat we daarheen moeten. Yes, daar moeten we heen. Are you? Soldier, where are you? Where are you? Laten we even een lichtje maken. Ik zie geen ene klote. Ja. Thank you very much. Het is donker hier. Geef mij licht. Waar is mijn maatje eigenlijk? Loopt hij al hier? Ja, hij is al rechtdoor gelopen. Het gek is dat hij niet aangevallen is. Hier. Kom op. Ga weg. Nog meer? No. Niet nog meer. Waarom hebben ze mijn maat niet aangevallen? Dat was... Waar zat jij? Zit jij daarboven? Hij zit daarboven, ja. En ik zie echt geen flikken, jongens. Waar ben jij? Ik zie hem echt niet. What the fuck? Het is zo fucking donker hier. Oh, daar zit jij. Die hebben we. Een boek. Die hebben we niet nodig. Hier zag ik wat. Kom een Soul Gem. Coin Purse. Ruby. En een glass dagger. Altijd handig om te hebben. En gaan wij de goede kant uit. Het lijkt van niet. Iron door. Laten we even een lichtje maken. De verkeerde. Niks echt interessant te vinden. Ja, gold 9. Dat wordt een beetje tedious. Ik weet niet het Nederlandse woord ervoor. Dat is een beetje irritant, zeg maar. Want ik kan blijven looten. Daar moeten we niet op gaan staan. Scroll of Cold to Arms. Targets have improved combat skills, health and stamina for 10 minutes. Value 500. Oké, de target. Ja, daar ben ik. Oké. Okay.
that? Yes, you're dead. You are dead, baby. Okay. Nee. Die hoeven we niet te hebben. Oh, shit. Oh, ik dacht dat het een soort aardappel was. Ah, en we hebben een puzzel voor onze nazen. Dat is een mooi punt om te saven. En door te gaan voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken zover. En we gaan maar zien later. Hoi.